Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 27 oktober 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Aan het eind van de uitzending weer enkele seconden in een digimode. De test met 8 PSK 1000 was gisteren bijzonder succesvol. Een flink deel van de uitzending kon zo in een paar seconden als tekst worden uitgezonden. Vandaag gaan we nog sneller, maar met een iets lagere throughput. Daar kom ik later op. Vandaag testen we met 8 PSK 1200F. 8 PSK 1200F rond 1650 Hz. 1650 Hz. Eventjes wat inside info over de digimode 8PSK. 8PSK is familie van BPSK en QPSK en als zodanig dus ook familie van PSK 31. Het aantal fasehoeken is echter groter. Bij de meer bekende PSK varianten is dit 2 of 4 fasehoeken en bij 8PSK zijn dat er 8. 8PSK maakt net als morsetelegrafie gebruik van FARI-code, waardoor een tekst met een gelijk aantal letters niet altijd een gelijk lange uitzending oplevert. Er is een variant met en zonder F in de aanduiding. De F staat daarbij voor Forward Error Correction. De mode die we gisteren gebruiken gaf gemiddeld 50-80 woorden per minuut aan tekst die er doorheen ging. Dat was zonder foutcorrectie. Maar vergelijk dat maar eens met morsen van de morsenoefeningen. Dit is 250 maal zo snel. 8 PSK 1200F is vanwege de foutcorrectie weliswaar iets minder snel. Het is in plaats van 5080 woorden per minuut gemiddeld 4170 woorden per minuut. Maar het is tegelijk een stuk beter bestand tegen storingen. Ik heb hier hoge verwachtingen van voor wat betreft hoe goed het werkt. Aan het eind van de uitzending dus, net voor de mossenwoorden. Het is triest maar waar. In Engeland gaan momenteel 2 amateurbanden onder de hamer. Ze worden geveild dus aan de hoogste bieder. Het gaat om 13 centimeter en om 9 centimeter. Hier in Nederland met beperkingen nog steeds voor amateurs toegankelijk. De banden moeten de Britse agentschap Telecom, oftewel Ofcom, helpen om tegemoet te komen aan de immer toenemende honger van mobiele diensten naar frequentiespectrum. Begin 2016 staat een veiling gepland. Dit is mogelijk omdat ook het Britse ministerie van Defensie, de primaire gebruiker van de banden, deze nu heeft vrijgegeven in het kader van een breder initiatief van de Britse overheid om meer frequenties vrij te maken. In totaal is er nu 190 MHz aan spectrum te koop in en rondom de voormalige amateurfrequenties. Het gaat om precies te zijn om 2350 tot 2390 MHz. Dat is een flink stuk van onze Nederlandse 13 cm band dus, die hier van 2320 tot 2400 MHz loopt. Daarnaast gaat het om 3410 tot 3480 MHz. Dat zit boven onze huidige 9 cm band, maar de band is hier ook al een flink stuk kleiner geworden dan hij in het verleden was. In Duitsland bijvoorbeeld loopt de 9 cm band van 3400 tot 3475 MHz. En de brok van 70 MHz die Engeland nu verkoopt, zit op 5 MHz na, geheel in de Duitse 9 cm band. Daarnaast wordt ook nog 3500 tot 3580 MHz geveild. Dat ligt een stukje hoger dan de 9 cm amateurband. Het betreft een veiling met een ondergrens. Bij een hoogste bod van minder dan 70 miljoen Britse ponden worden de frequenties niet verkocht. Nog niet. De Veron-afdeling Utrecht, die sinds 40 jaar in Fort de Gagel haar clubhonk heeft, moet daar binnenkort verhuizen. De Utrechtse editie van het Algemeen Dagblad besteedt er in een artikel aandacht aan. Het gaat wat de overheid betreft zoals het altijd leek te gaan. Het fort moet een belangrijke rol gaan spelen in een nieuw aan te leggen recreatiepark, Noorderpark, en moet daarom ontruimd worden. Er is echter nog niet duidelijk waar de lokalen, nu in gebruik bij de Veron in Utrecht, in het nieuwe project precies voor gebruikt gaan worden. Het kan daarom zijn dat de ruimte die de amateurs nu moeten verlaten de komende 5 jaar nog leeg blijft staan. De gemeente heeft aangeboden om te helpen bij het vinden van een nieuw clubhonk, maar zij is echter niet verplicht om dit te doen. De Zuid-Afrikaanse amateurvereniging SARL is bezig om een woordenboek over de zendhobby aan te leggen in het Afrikaans. Het project is nu in zijn beginfase. De SARL zoekt nog naar zo'n 4 tot 5 vrijwilligers die nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen. Deskundig advies bij het project wordt ingewonnen door de Universiteit van het Noordwesten in te schakelen in de plaats Potchefstroom en enkele andere universiteiten. Ik ben zelf erg benieuwd hoeveel woorden uit het nieuwe woordenboek wij hier in Nederland ook in gebruik hebben. Vandaag noemen we ook weer een beroemde zendamateur. Daar zijn er echt heel veel van. Vandaag dus de roepnaam November 6 Yankee Oscar Sierra. En voor wie dat niet zegt, voornaam van deze vrouwelijke amateur is Priscilla. En jawel, zij is de ex-echtgenote van de King, Elvis Presley. Volgt nu deel 2 van het verhaal over de micronatie Neutraal Morris Net, die ervoor zorgde dat het drielandenpunt bij Vaals en Limburg tot net na de Eerste Wereldoorlog 103 jaar lang een vierlandenpunt was.
Uiteindelijk werd besloten om van de omstreden streek een neutraal gebied te maken, waar dus de zinkmijn gelegen was, waar de Nederlanden van toen en Pruisen het niet over eens werden. In 1816 werd in het Akens grensverdrag bepaald dat het gebiedje Mairie-Moresnet in drieën zou worden verdeeld. Het huidige plaatsje Nooi-Moresnet werd Pruisisch Moresnet en viel aan Pruisen toe. Het plaatsje Moresnet ging bij Nederland, dat tot aan de Belgische Revolutie van 1830 dus nog uit Nederland en België bestond. Het plaatsje Kelmis, waar de zinkmijn lag, werd het zelfstandig gebied Neutraal Moresnet bestuurd door een Nederlandse en een Pruisische commissaris, maar met een machtige burgemeester aan het hoofd. Drie jaar na het ontstaan, in 1818, werd er de eerste houten grenspalen geplaatst. Die werden tussen 1869 en 1870 vervangen door stenen exemplaren. Oorspronkelijk woonden er in het gebied 256 mensen. Later kwamen daar nog 3000 arbeiders van de zinkmijn bij en het land werd bestuurd door een commissaris, maar in feite zwaaide de machtige burgemeester er de scepter. Het land had geen eigen munten, maar wel eigen postzegels. Neutraal Moresnet heeft ook een tijdje een eigen vlag en een eigen volkslied gehad. Vanaf 1830, toen België en Nederland als aparte landen verder gingen, grensde het landje op dat ene puntje bovenaan, na bij Vaals, aan Belgisch grondgebied in plaats van aan Nederlands. Neutraal Moresnet ontwikkelde zich al snel tot een belastingparadijs. De lonen waren er hoog en aanvankelijk gold er geen dienstplicht en alcohol stoken was legaal. Gevolg was dat de aanvankelijke bevolking van 256 personen zich mede door de aantrekkingskracht van de zinkmijn als werkgever in 50 jaar tijd vertienvoudigde naar 2500. De zinkmijn raakte in 1885 uitgeput, waarna diverse plannen ontstonden om het gebied als zelfstandige natie te laten voortbestaan. Zo wilde de kleurrijke plaatselijke huisarts en bedrijfsarts van de zinkmijn, dokter Wilhelm Molly, er de onafhankelijke Esperanto-staat Amikeo vestigen. Amikeo betekent plaats van grote vriendschap. Rond 1900 begon Pruisen echter meer en meer druk uit te oefenen op het gebied, maar ook België wilde zich het niet laten ontvallen. In 1914, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, viel Pruisen België binnen, waarna in 1915 Moresnet door Pruisen werd geannexeerd. In de verdragen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog viel het gebiedje echter weer aan België toe, waar het nu nog steeds deel van uitmaakt. Bijzonder is dat van de 60 grenspalen van het landje er nog altijd 50 gewoon in het landschap staan. Deze zijn onder andere te zien op de website www.grenspalen.nl. De site is sowieso erg de moeite waard, grenspalen.nl. Even nog een mededeling achteraf. Het kan zijn dat de huidige versie van FLDigi bij de vandaag geprobeerde mode een probleem heeft. Het kan ook zijn dat het aan mijn eigen installatie ligt. Om die reden is het datafragment vandaag ruim 9 seconden lang in plaats van de bedoelde 6 seconden. Het betreft het eerste bestand waarmee ik getest heb en het is me niet gelukt om een tweede bestand te maken. Delta, Golf, India, Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.